Hey, Erik. Jij bent toch die van de vismigratierivier? Ja, dat klopt. Ik ben Erik Bruinslot van de provincie Friesland. Ik werk daar als waterbouwkundig eco-engineer bij de vismigratierivier. Oké, maar wat doe je hier dan? Ja, nou ja, ik ben op Texel, hè. Ook mooi. Ja. Maar vanwege de coronaregels niet op de vismigratierivier. Nee. Maar ik heb wel wat te melden. Wat dan? Dat had ik jullie heel graag willen laten zien. Ja. Voor Wereldvismigratiedag. Wij zijn boven water met de vismigratie. Oh, wat leuk, ja. Een nieuw stukje Nederland. Onze westelijke oever van zand en hergebruikte stenen ligt erin. Oh, wat geinig, joh. Ja. Hé, maar waar was dat ook weer voor, die vismigratierivier? Ja, wij proberen de vismigratieroute van de trekvissen te herstellen tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. Oh. Hey, ja, in Nederland hebben we allerlei dammen en dijken gebouwd. Ja. En die vissen stoten daar gewoon letterlijk hun neus. Ja. Die kunnen niet door. Nee, precies. Nou, en wij maken er een gat in, dwars door die dijk. En dat maken we zo natuurlijk mogelijk met heel veel zand en stenen. En dat wordt samen een rivier. Ja. De vismigratierivier. Nou, dat klinkt hartstikke mooi. Maar wat gaat er nou de komende tijd gebeuren dan daar? Nou, wij zijn al 7 jaar ongeveer bezig met dat plan maken. Ja, enorme tijd natuurlijk. En het wordt tijd dat we dat nu allemaal eens bij elkaar gooien in een uitvoeringscontract. Ja. Dat zijn we nu aan het doen. En dat gaat komend jaar gaat dat via een Europese tender, dus een aanbesteding naar de markt toe. En wij zijn heel benieuwd wat die aannemers daarvan gaan vinden. Ja. En welke aannemer het werk gaat pakken en dus gaat uitvoeren. En wat gebeurt er dan het komende jaar, zeg maar? Komend jaar gaan we die tender doen en hopen we een aannemer te contracteren. Ja. Nou, dan onderhandelen we dat helemaal uit en die aannemer gaat dan hopelijk eind volgend jaar ook aan de slag buiten. Oké, dus dan wordt het eindelijk echt gebouwd? Ja, en het gat in de dijk wordt volgend jaar ook al gebouwd, want dat is al onderdeel van het Rijkscontract van Rijkswaterstaat. Nou. Dus die staan in de startblokken om begin volgend jaar te gaan graven in de dijk. Het gat voor vissen. Nou, hartstikke mooi. Dankjewel.